Goedemorgen, dit is het weerbericht van woensdag 8 april. Gisteravond en afgelopen nacht hebben veel mensen de supermaan goed kunnen zien doordat er relatief weinig bewolking boven ons land hangt. Vanmorgen zien we na zon ook enkele sluierwolken en is het fris met 12 tot 14 graden. Vanmiddag is het dan volop zon omdat de meeste sluierwolken naar het noorden wegtrekken en het wordt warm. Met temperaturen van 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. En daarmee zou vandaag de eerste zomerse dag van het jaar een feit kunnen worden. Vanavond blijft het nog vrij lang warm en helder en is het 15 tot 19 graden. Morgen is er dan weer opnieuw volop zon en in de middag ontstaan er enkele stapelwolken. De wind die draait naar het noordoosten en is meest matig van kracht. De dagen daarna dan verandert het eigenlijk tot zaterdag niet zo heel veel. Vrijdag is er volop zon, maar wordt het in het noorden iets frisser met 15 graden. In het zuiden kan het nog 21 graden worden. Zaterdag wordt met een zuidoostenwind warmere lucht het land ingeblazen. En wordt het op veel plaatsen 20 tot 23 graden met lokaal een bui. Vanaf zondag wordt het frisser en neemt de kans op een bui toe. Ik ben Leendert Eiken voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.